Ja, we gaan het hebben over een reuzenstunt. Ik kan het niet anders zeggen. Aan tafel de Roemeens-Nederlandse schrijfster Mira Feticu en succesauteur Frans Westerman. Zij trapten er allebei in. Ze werden pardoes wereldnieuws. Wat is er gebeurd? Een anonieme briefschrijver tipte Mira niet zo lang geleden over de vindplaats van een verloren gewaande Picasso. Het zou gaan om Tête d'Arlequin, een kunstwerk dat in 2012 een onderdeel was van de grote kunstroof in de Kunsthal in Rotterdam. Mira heeft in 2015 een boek over deze roof geschreven, dus zo gek was het niet dat uitgerekend zij een tip kreeg. Mira vroeg collega en vriend Frank Westerman mee te gaan en samen gingen zij op pad. Op weg naar een klein dorpje in Roemenië, Greci. In Roemenië is mogelijk de Picasso teruggevonden die in 2012 uit de Kunsthal in Rotterdam werd gestolen. Het gaat om dit werk, Tête d'Arlequin. De tekening werd gevonden door de Roemeense Mira Feticu. Ze schreef een roman over de roof uit de Rotterdamse Kunsthal in 2012. Die verscheen ook in het Roemeens en toen kreeg ze een anonieme brief met aanwijzingen. Het werk van Picasso zou onder een boom zijn verstopt in Greci, ten noordoosten van Boekarest. Samen met een vriend ging de schrijfster daar naartoe en ze vonden de pastelkrijttekening in een plastic map. Het werk is gisteravond in de Nederlandse ambassadeurswoning in Boekarest overhandigd aan het Roemeense Openbaar Ministerie. Ja, maar zondagavond, gisteravond, volgde de clue. Het leek te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. De vondst van een Picasso, Tête d'Arlequin, in Roemenië. Maar het blijkt allemaal onderdeel van een kunstproject van twee Belgische theatermakers. Oud-curator van de collectie waar deze Picasso deel van uitmaakte, twijfelt meteen aan de echtheid van de vondst. Wat ook opvallend is bijvoorbeeld, is dat die plooien die onder de mond zitten bij Picasso in het origineel gebogen zijn. En dat die in de kopie zijn dat driehoekjes, rechte lijnen. Hij weet het zeker. Dat dit een absolute, redelijk amateuristische kopie is om iemand op wat voor een manier dan ook, of de schrijfster van het boek of de verzekeringsmaatschappij, op te lichten. Ja. Kunnen jullie erom lachen? Ja. Ja, zeker. Ja? Ja. Ja. En als dit het resultaat is, zo'n mooie sfeer, en dan wil ik volgende week weer op zoek naar een Picasso. Dus. Kijk me in de ogen. Heb je geen seconde gedacht, verdomme, ik word belazerd. Ga ik helemaal naar Roemenië, ja, natuurlijk. Mijn hart slaat over, een Picasso in mijn hand. Het is allemaal een grap. Ik was woedend, maar je bent een loser als je jezelf een loser vindt.